Het werkt blijkbaar echt aanstekelijk, al dat lachen. Want ze komen hier wel van erg ver naar de maandelijkse lachsessies in het gemeentelijk ontmoetingscentrum van Destelbergen. We komen helemaal uit Maastricht vandaag, anderhalf uur rijden om hier te komen lachen. Dus een behoorlijke reis, maar ik hoop dat het waard is. En de redenen om hier naartoe te komen zijn erg verschillend. Ik ben gewoon een lachbek. Ik doe niks anders dan lachen. Ik lach graag, dus allee, ja. Ik vind dat een hele toffe vorm van ontspanning. Dus, ja. We kunnen gieren van lachen, zonder dat iemand zegt, zeg, moet je wat stiller of je moet wat beschaafd zijn. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik hoop dat ik ga lachen. En ja, vandaag eigenlijk. En gelachen wordt er, ruim een uur lang, niet te onderschatten. Het is zonder twijfel een van de meest hilarische gebeurtenissen van 2009. Dat zeker. Het is vermoeiender dan ik verwacht had. Maar wel ontspannend, ja. Dus 1 minuut lachen komt overeen met 10 minuten op de roeiband. Dus het is ook een zeer vieze oefening. We doen fitness al lachend. Lachen is dus ook letterlijk echt gezond. En toch lachen we blijkbaar al maar minder. Er is dus een studie geweest in de jaren 50, lachen we nog 18 minuten per dag. Nu nog met moeite 4, 5 minuten per dag. Kinderen lachen tot 300 keer per dag. Hè. Wij als volwassenen met moeite nog 10, 15 keer per dag. En dus is de Internationale Lachdag misschien geen overbodige luxe.